Toekomst Visserijschool. Staat als nieuwe bibliotheek en spoedzoekers naar Duinvallei. Dit is het maandelijks gesprek met de burgemeester. Meneer Koen, welkom. Dank u wel. 3 weken geleden zijn we knallend het nieuwe jaar ingegaan. Zeker. Dat hebben we ook in Katwijk gedaan. En misschien al een voorzichtige raming wat de schade daarvan is. Gelukkig wel iets minder dan vorig jaar. Het zit wat dat betreft een gunstige lijn in. De directe schade is amper 20.000 euro. Het blijft, iedere euro is te veel. Nou. Maar het was vorig jaar 30.000, dus het is wel een goede ontwikkeling. Maar het blijft natuurlijk toch idioot dat mensen verkeersborden en bushokjes. Nou, u kent de voorbeelden. Wat we nog niet weten is de schade aan het riool. En dat blijkt toch altijd in de loop van het jaar toch ook nog aardige bedragen te zijn. Want dat weet je pas wanneer er dat een regenval is geweest. Ja, precies. En dat de mensen het riool verder gaan onderzoeken. We hebben dat wel van het jaar daarvoor bekeken. Dan praat je toch ook wel een bedrag van rond de 30.000, 35.000 euro... wat ook aan het riool dus aan schade is. Dus dat komt er dan nog eens bij? Dat komt er allemaal wel bij. Maar goed, wat je dus gelijk visueel kan zien... kapotte ramen in bushokjes, verkeersborden en dat soort dingen, prullenbakken... dat is een kleine 20.000 euro. Waren er nog bepaalde wijken waar het extreem was? Nou, niet echt. Nee, gelukkig moet ik ook zeggen... is het feest op de Noordduinen gewoon goed verlopen... Want je maakt je soms wel zorgen, hè, als mensen daar dan vandaan komen, in de vroege ochtend, om het zo maar te zeggen, van ontstaat er dan ook schade. Maar daar heb ik echt geen klachten over. Maar het zit natuurlijk in een aantal plekken, maar wel door de hele gemeente heen. Mm-hmm. In Valkenburg een bushokje, verkeersborden eigenlijk overal wel. Ja. Is deze schade, is daar een potje voor? Nou, eigenlijk niet. Maar goed, men houdt er natuurlijk bij beheer altijd wel rekening mee dat dat er aankomt. En dat er natuurlijk een aantal verkeersborden gelijk weer vervangen moeten worden. En dat er wat prullenbakken op reserve staan. Maar het gaat gewoon uit algemene middelen van de afdeling beheer om dat soort schades. Want je hebt natuurlijk het hele jaar af en toe wel eens schades. Maar je weet gewoon, en daar anticipeer je natuurlijk op, dat je een aantal dingen wel moet vervangen na 1 januari. Jammer. Goed, 12 januari was het raads. En daar zat ineens een prins. Ja. Prins ja. Pieter Christiaan. Ja. En die zat daar niet zomaar. Want die maakt zich sterk voor Unment Valley op Vliegkamp Valkenburg. Ja. Dat heeft met drones te maken. Ja. Kunt u in het kort uitleggen wat dat is? Nou, wat Pieter Christiaan, maar hij is een beetje een gezicht van een groep mensen die echt met nieuwe economie, met nieuwe techniek bezig zijn. Maar hij is daar natuurlijk wel een gezichtsbepalend voorbeeld van. En het was ook mooi dat hij zelf vanuit zijn woonplaats kwam inspreken om dat nog eens ook aan de raad te vertellen. Het is inderdaad het ontwikkelen van nieuwe industrie op het gebied van drones. Die onbemande vliegtuigjes, mini-vliegtuigjes zou je kunnen zeggen. Er zijn allerlei verschillende soorten van overigens. Een beetje helikopterachtig of echt kleine vliegtuigjes. Die op dit moment natuurlijk al overal worden gebruikt. Ook overigens in oorlogsvoering. Op allerlei vreselijke plekken in de wereld. Maar ook voor allerlei goede technieken. In de landbouw, in de kustbewaking. En wie weet wat er nog meer aan toekomst komt. Men verwacht daar hele grote ontwikkelingen van. En in samenwerking met de TU Delft. Een beetje ook de Universiteit van Leiden. Maar zeker ook ESTEC, ESA in Noordwijk. Is er een groep die zegt van... we zouden juist op dat vliegveld Valkenburg... of dat voormalige vliegkamp... waar de ruimte daarvoor is... toch die techniek. En overigens zitten in een aantal van de loodsen die er staan, zitten al van dat soort bedrijfjes. Dus het is ook niet helemaal bij nul. Maar de vraag is wel, willen wij als gemeente Katwijk, die dat in ons grondgebied hebben, ruimte geven aan de ontwikkeling van deze nieuwe industrie, waar hoogwaardige technologie plaatsvindt, maar waar dus ook hoogwaardige werkgelegenheid komt. Ja. In eerste instantie praat je misschien over een paar honderd arbeidsplaatsen, maar dat kan wel doorgroeien tot een paar duizend arbeidsplaatsen. Dus heel kansrijk en ook gedragen deze ontwikkeling vanuit het ministerie van Economische Zaken. Minister Kamp die maakt zich er ook hard voor. Maar ook vanuit de TU Delft, wat ik zei, en andere partijen, de hele metropoolregio Rotterdam-Den Haag, die daar grote belangstelling voor heeft. Nou, maar is daar ruimte voor? Want het is natuurlijk bestemd voor wonen. Dat was natuurlijk het spannende avontuur waar we de laatste 2 jaar zeker, maar expliciet de laatste maanden heel druk mee bezig zijn geweest. Om te kijken van hoe combineer je nou datgene wat we, en dat was ook een ingewikkeld proces, die 5000 woningen. Want laten we zeggen, de provincie en de gemeente Leiden willen echt liever meer dan 5000 woningen. En de gemeente Katwijk heeft altijd toch gehad, zou liever iets minder. Ja, ja. Maar goed, uiteindelijk is de deal gesloten. Die hebben we ook echt op 22 december nog eens in een regionaal bestuurlijk overleg
met elkaar vastgesteld. 5000 woningen is echt de harde afspraak. Daar houden we ons allemaal aan. Dus ook geen discussie over. Niet meer, niet minder. Niet meer en niet minder. Maar daarnaast is er ruimte om in ieder geval kansen te geven voor de ontwikkeling van dat zogenaamde unmanned valley. Dat zijn natuurlijk en waar moderne. Zou het dan ongeveer moeten, als we het vliegkamp voor ons waar houden? Waar we aan denken is de woningbouw, dat die vooral vanaf de N206 zich gaat ontwikkelen naar het zuiden. En waar nu de loodsen en de gebouwen nog van het vliegkamp staan, dat daar zeg maar vanaf die kant de ontwikkeling van de unmanned valley. Dat is een beetje grof en dat moet verder allemaal nog in ontwerpfase worden uitgewerkt. Maar hoe staat de Raad van Katwijk daarin? Kijk, natuurlijk zijn een aantal partijen die zich zorgen maken over gaat dat nou qua geluid of qua precies, techniek want je wilde of wel lekker wonen. Gevaar of dat soort dingen nou elkaar in de weg zitten. Nou, daar zijn we natuurlijk over, dat mag niet gebeuren. Dus we hebben ook niet gezegd, het moeten allebei in volledige variant vanaf de eerste stap nu al helder zijn dat het helemaal kan. 5000 woningen staat hard, dus dat staat niet ter discussie. We geven de kans voor dat unmanned valley om te gaan ontwikkelen en te groeien. Mm-hmm. En we gaan steeds meten, kan het nog, kan het naast elkaar? Want wat terecht wat u ook zegt, de kwaliteit van die woningen en van die woonwijk. Er moeten ook veel mooie woningen komen. Je maar je wil ze ook verkopen. Precies. Ja. Dus mensen moeten niet het gevoel hebben, ja, ik heb dadelijk een mooi huis, maar de kopjes die zitten boven mijn terras te zoomen. Dus dat moet gewoon goed in beeld worden gebracht. En dus wat we uiteindelijk ook in december met elkaar hebben besproken, maar nu ook in de Raad hebben besproken. In december bedoel ik dan die regionale coördinatieoverleg, wat ik zelf voor de eerste keer mocht voorzitten, is laat het zo zijn dat we dat gewoon heel goed in beeld houden. We geven niet aan de voorkant de garantie dat het de maximale variant kan worden, maar we zeggen ook niet aan de voorkant dat mag dus het niet. Ik begrijp uit uw woorden van de Raad zegt akkoord. Met een aantal zorgpunten die ik net noem, hè, van met name wat u ook zegt, van pas op dat de kwaliteit van die woningen niet in gevaar komt, want dat vinden we wel heel belangrijk. Geven we de kans om unmanned valley te laten starten en te gaan te groeien. Want de besluitvorming komt voor in de komende raad. Aanstaande donderdag is de besluitvorming, de 26e. Althans, besluitvorming natuurlijk in een heel lang proces, want de bouw van die 5000 woningen en dat doorgroeien van het unmanned valley, dan praat je over 10, 20, jaren. 30 jaar. Ja, dus het zijn natuurlijk in heel veel stappen, maar er ontstaat nu wel een belangrijk moment. Eén ding wil ik er nog bij zeggen. Gisteravond, de 18e, was de Statencommissie van de provincie Zuid-Holland, want die hebben daar ook een belangrijke stem natuurlijk in. En er was ook een stevige discussie, ook met insprekers. Over onze eigen wethouder van de Bent heeft daarin gesproken, maar ook de gemeente Leiden, die toch nog meer bezorgd is of die 5000 woningen niet in de klem komen dan sommigen in Katwijk. Maar uiteindelijk was toch de overduidelijke meerderheid in de provinciale staten, die ook daar de gedeputeerde, mevrouw Bom, de ruimte hebben gegeven om met dit proces verder te gaan. Mooi, mooi. Nou, dus ook nog belangrijk natuurlijk dat het Rijk de eigenaar van de grond is, want het is uiteindelijk het vliegveld van het Rijk. Dus ook daar zitten we alsmaar in een proces om dat goed te laten lopen. Maar het lijkt erop, maar goed, we zien het ook daar uiteindelijk in Katwijk, de 26e, dat de lichten dat toch redelijk licht op groen staan. Maar wel, pas op, opletten, met goed de in de gaten houden, evalueren. Ja. Iedere keer weer de thermometer erin. Maar we gaan wel die weg op. Goed. We blijven even in die hoek, Valkenburg, Katwijk aan de Rijn. Want spoedzoekers krijgen een tijdelijke woonplek op terrein van de Duinvallei. Toen ik dat zo hoorde, dacht ik, oké, het gebied was juist vrijgegeven voor burgerparticipatie. Er zijn mensen gezocht die met ideeën, kom maar. En dan komen daar ineens woningen voor spoedzoekers. Even afgezien van het feit wat spoedzoekers zijn. Hoe komt de gemeenteraad daar, of daar nu, college, de gemeente, het college, om daar nu ineens ruimte 4000 vierkante meter? Ja, 4000 van 100.000, dus het gaat om 4%. Ja, maar toch. Van de grond. Eerst dacht ik, maar nou, u heeft alles helemaal gelijk. En ik moet eerlijk zeggen, je zou het gewoon een beginnersfout, en ik geef dat ook gelijk toe, van de gemeente Katwijk vinden. We zijn hier heel ver gegaan in wat we dan burgerparticipatie noemen. Ja, en dan nog zeggen, maar 4000 is voor ons. Een hele vergaande vorm van burgerparticipatie, waar eigenlijk iedereen kan zeggen, nou, we hebben een heel groot stuk grond over waar we voorlopig nog niks mee kunnen. Kom met ideeën.
En dan lopen we dat proces, zeggen we, ja, we halen er toch even nog een stukje uit, want we hebben eigenlijk ook zelf een probleem. Ja. Dat probleem hebben we, dat moet ik gewoon eerlijk toegeven, vorige zomer gecreëerd. Binnen de muren van de collegekamer. Want? Omdat we wisten dat we dat project wilden ingaan met de Duivelei, maar tegelijk wisten ook, we moeten een locatie gaan zoeken voor... En dit was de enige locatie. 40.000 spoedzoekers. En op dat moment was dat onderzoek nog niet klaar van wat de beste locatie kwam. En pas eigenlijk in november, december was het ambtelijk advies. Ja, als je naar heel de gemeente Katwijk kijkt, is dat toch eigenlijk de enige plek waar je met fatsoen een paar van die lastige woningen... Maar we zijn ons er volledig van bewust dat we op dat moment eigenlijk toch een beetje het vertrouwen hebben geschaad. Ja. Van dat proces van burgerparticipatie, van kom met goede ideeën. Maar ondertussen halen wij er een klein stukje vanaf. Dus ik geef het volledig toe. Ja. Maar over die locatie, dan denk ik, nou, dat hele stuk, Valkenburg, Katwijk aan de Rijn, krijgt dan wat voor ze kiezen. We hebben daar het AZC, op Katwijkenbroek hebben we de arbeidsmigrant en dan komen er ook nog de spoedzoekers. Dat geeft volgens mij onrust. Ja, kijk, spoedzoekers zijn niet per definitie mensen die voor overlast geven. Nee, ik zeg maar niet voor overlast, die maar... acute scheidingssituatie of echt in een persoonlijke knelsituatie komt en niet op een wachtlijst kan gaan staan om een paar jaar te gaan wachten op een ander huis, maar echt even tijdelijk een ander huis nodig heeft, is niet per definitie iemand die overlast geeft. Nee, maar kunt u voorstellen dat mensen in Katwijk aan de Rijn zeggen, we zijn het afvoerputje? Ja, of ik kan het me voorstellen dat... Dat wordt wel eens misschien wel eens gezegd, maar dat wordt op de andere plekken misschien ook wel eens gezegd, waar dan ook. Maar zo is het ook echt niet bedoeld. Maar ik snap best, en ik hoor die signalen ook, en ik begrijp ook dat er op Facebook van alles gaande is, en dat de Oranje Vereniging Katwijk aan de Rijn er ook best wel ontstemd over is. Dat dit een knauw geeft in het vertrouwen naar de gemeente toe. En ik kan alleen maar zeggen, dat hadden we vorige zomer, anders moeten doen. September was het, hadden we dat gewoon beter moeten regelen, dat we op dat moment al hadden gezegd, we geven niet 100.000 vierkante meter vrij voor de burgerparticipatie, maar we geven 96.000 euro. Dan was er niks discussie. Nee. En natuurlijk, ook als je dan had gezegd, we zetten ergens in een hoekje van dat gebied 20 tot 40 van dit soort kleine woonunits neer, dan waren er misschien wel bezwaren geweest tegen het feit dat die woningen er waren. Maar dan niet zo. Maar dan was het niet een onderdeel van... dit proces van burgerparticipatie. Spoedzoekers, wat zijn dat dan? Dat is gewoon fout gedaan. Ja. Kan het alleen maar erkennen en daar excuus voor aanbieden. Dat hadden we gewoon beter moeten doen. Ja. Spoedzoekers, wat zijn het? Waar moeten we aan denken? Zijn dat dan mensen die in de scheiding zitten? Het zijn echt mensen die acuut door allerlei omstandigheden, het zijn altijd eigenlijk privéomstandigheden, in de knel komen zitten. Hun huis uit worden gezet of mensen met een klein kind. Of wat er gisteren ook weer een hele pijnlijke huisuitzetting in Valkenburg. Dat kan soms, is soms onvermijdelijk. Ja. Maar je hebt dan tegelijkertijd toch ook wel het gevoel, je moet als overheid zorgen dat mensen toch ergens een dak boven hun hoofd vinden. Hoe groot zijn die woningen dan? Waar moet ik aan denken? Je praat echt over 1-2 kamer appartementjes. Echt noodopvang. Ja, echt kleine huisjes. Huisjes in kleine appartementen. En die worden daar natuurlijk ook niet voor permanent neergezet, want de Duivelei is niet voor permanent. Ja, maar daar heb ik ook altijd iets van, permanent. Dat heb ik de gemeente vaak horen zeggen. De discussie van de Duivelei is dat daar natuurlijk in de toekomst die bredere N206 doorheen moet gaan lopen. Mm-hmm. En we verwachten dat de eerste komende 10 jaar nog niet gaat gebeuren, dat daar die ruimte voor nodig is. En daarmee hebben we gezegd, we gaan er niet permanente nieuwe voorzieningen doen, maar alles wat tijdelijk kan voor maximaal 10 jaar, en dat geldt dus ook voor deze woningen, kan op die plaats. Maar dat geldt ook voor een kinderboerderij is of voor een speelplaats. Ja, maar er zijn ondertussen wel... Er zijn wel wat ideeën binnen, maar in ieder geval de laatste stand van zaken, voor zover ik dat heb gehoord, maar ik hoor het natuurlijk ook maar aan de collegetafel, is dat er nog niet ideeën genoeg zijn om 100.000 vierkante meter te vullen. Okay. Dus ik ben wel heel benieuwd. We hebben van de week natuurlijk, of van de week is ook bekend geworden wie er in de jury, zou ik bijna zeggen. Hè. Het is een Q-team, noemen we dat, maar het is eigenlijk gewoon een jury die plannen gaat beoordelen. Wie zit erin? Er zitten een aantal mensen in, maar niet van de gemeente. Het zijn dus echt onafhankelijke mensen. Mensen die dat vanuit de wijk, maar ook vanuit met een beetje gezag, daar naar kunnen kijken. En die plannen gaan beoordelen. En kijken, wat is nou haalbaar, wat is niet haalbaar. Wat is ook financieel haalbaar natuurlijk. Want sommige mensen, ik wil daar een prachtige paleis bouwen. Maar goed, niemand betaalt het natuurlijk. Maar goed, dus dat gaat nu lopen na 31 januari. Want tot eind deze maand kunnen de mensen ideeën inleveren. Ja, ja.
En zoveel mogelijk groen houden. Ja, dat is ook een wens. Dat hoop ik ook, dat mensen dat vooral aangeven. Dat er ruimte is voor honden en ruimte voor een misschien een parkje. Of maar voor... niet meer voor woningen. En dan blijft het bij 30, 40. Je gaat niet permanente woningen bouwen voor 10 jaar. Dus het worden nooit... Nee, maar ook niet van de gemeente uit. Dat aantal, want stel je voor dat er meer spoedzoekers zijn. Dan zegt u niet van dit zijn de woningen niet meer. De gemeente gaat niet zelf huizen bouwen voor spoedzoekers. Ja, dat doet Dunavie. Ja. En het aantal waar aan wordt gerekend is, zit tussen de 20 en de 40. En dat is een beetje de opdracht die we met elkaar hebben afgesproken met Dunavie. Een beetje in die orde van grootte. En daar komt ook dan die 4000 vierkante meter. Nou, als je dat een beetje ombreekt, dan snap je al dat geen hele grote woningen worden. Nee. Dus het wordt een plan van Dunavie. Dus we moeten ook zien dat Dunavie dat inderdaad deze maand er ook nog bij dat Q-team inlevert. En dan wordt het meegewogen. Maar goed, de gemeente heeft wel gezegd van het is zo'n belangrijk gegeven dat wij vanuit sociaal beleid zorgen dat we een aantal van dit soort opvanglocaties hebben. Dat in ieder geval op die plaats vindt. Op die plaats vindt, ja. En wat er verder in de Duivendijk komt, dat houden we scherp in de gaten. Ja. De bibliotheek. Ooit was er ook nog eens een plan om dat naar de Duinvallei te brengen. Nou goed, dat is het niet. Er is nu een plek aangewezen in de Noordzeepassage. Ja. Hoe staat het daar nu mee? Want er zou een technisch onderzoek plaatsvinden. De raad heeft inderdaad eind september, begin oktober besluit genomen van nou, in principe wordt het dan die Noordzeepassage. En er moet van alles onderzocht gaan worden. Een plan van eisen moet worden geformuleerd. Er moeten allerlei technische voorzieningen. Er moet ook gekeken van kan die muziekschool erbij? Wat is daar dan technisch voor nodig? Nou, eigenlijk zitten we midden in dat proces van al die onderzoeken. Zodat duidelijk wordt of het inderdaad de Noordzeepassage ook echt kan zijn. Binnen het budget wat de raad, de raad heeft ook gezegd, 11 miljoen en geen cent meer. Nee. Ook al heel veel geld. Maar als het niet binnen die 11 miljoen kan en ook technisch niet kan en om wat voor reden dan allemaal nog meer. Ja, dan moeten we natuurlijk naar andere dingen. Maar de eigenaar van het pand, dat moet ergens in de loop van 2017 wel duidelijk worden. Ja. Of het een haalbaar verhaal is om in die Noordzeepassage deze nieuwe bibliotheek en muziekschool te vestigen. Je hebt natuurlijk ook nog de Vereniging van Eigenaren. En daar wordt mee gesproken en de omgeving natuurlijk. Dus uiteindelijk moet daar een totaal plan ook voor dat centrum komen. Met al die belanghebbenden. Nou, daar zitten we gewoon nu middenin. En ja, is er überhaupt al enig zicht op hoe dat onderzoek verloopt? Nee, we weten daar op dit moment niks van. We weten alleen dus dat die dingen moeten in beeld moeten worden gebracht. En iedereen is natuurlijk benieuwd of het kan. Of dat het niet kan en waar we tegenaan lopen. Maar er zijn nu al geen signaal dat er zijn van, nou, het wordt een onhaalbaar. Nee, daar zijn gewoon geen signalen. We zijn daar gewoon mee bezig. Ik heb er ook echt zelf ook helemaal geen signalen over. We hebben het er van de week in het college wel even over gehad. Maar ja, we zitten midden in die discussie, die planvorming. Om uiteindelijk wel, nou ja, over een paar maanden scherp te kunnen krijgen. En ook naar de raad kunnen zeggen, nou ja, goed, nu gaan we ook echt dat pand kopen. Want het is natuurlijk onze eigen nog niet. Maar goed, naar verwachting is het pas eind van het jaar dat er, als het haalbaar is, dat er dan groen licht wordt gegeven. En dan denk ik, nou, dan komen die verkiezingen eraan. Alle partijen, die hebben daar wel een mening over. Het zal geen gemakkelijke klus worden. Nee, maar dat is het... Als ik de geschiedenis van op dit dossier van Katwijk lees en hoor, dan is dat al jaren een lastige klus. Ja, en er zijn heel veel locaties in beeld geweest en heel veel discussies. En er zitten ook meer principiële discussies van wil je naar een hoofdbibliotheek en een aantal dislocaties. We hebben natuurlijk een prachtige locatie in Rijnsburg en in Valkenburg en in de Hoornes. En of wil je naar een grote bibliotheek of wil je naar, moet het nou in het centrum van Katwijk, wat we destijds in de structuurvisie van de gemeente hebben gezegd, van dat is echt het centrumgebied en die combinatie moet je willen maken. Of kies inderdaad, wat was de discussie vroeger bij, in de Duinvallei, één grote. Ja. Maar goed, daar moet je dan wel met z'n allen naartoe met de auto of met de fiets of met de bus. En dat combineer je dan niet met even boodschappen doen bij Albert Heijn of de Lidl. Nee. Nou, dus er zitten allerlei discussies over. Dat heeft uiteindelijk gecumuleerd. Eind september vorig jaar, van nou, dan wordt het die Noordzeepassage. Nou, en daarvan is financiële grenzen gezet. En dat wordt nu gewoon onderzocht of dat ook echt kan. Wanneer is er meer nieuws over dat technisch onderzoek? Wanneer is het afgerond? Nee, dat gaat een paar maanden duren. Ik verwacht wel voor de zomer dat daar wel veel meer over bekend is. Dus dan hebben we al een enig gezicht. Ja, de discussie met de eigenaar van het pand is wel zo dat we dat proberen in ieder geval. Maar ja, goed. Je weet nooit waar je tegenaan loopt, maar dat we dat wel voor de zomer toch wel echt scherp willen hebben. Dat we ook tot de aankoop van het pand zouden kunnen overgaan. Of niet, omdat het niet haalbaar is. Ja, precies.
Ook een punt van aandacht en waar heel veel Katwijkers zich zorgen om maken, dat is die visserijschool. Ja. U zegt echt ja. Geschiedenis van Katwijk. Ja. Maar het staat natuurlijk ontzettend te verwaarlozen. Het ziet er gewoon niet uit. Ik ben gisteren alweer eens even langs gereden op weg ook naar een 65-jarige bruidspaar. Ik denk, oh ja, ja, dat is toch eigenlijk, dat kan zo niet. Ja, maar goed, er zijn nu plannen voor. Er is een heel mooi tekening zijn aangeboden. Laagbouw wordt gesloopt en maakt plaats voor 21 sociale huurappartementen. Maar ook daar is niet ieder. Maar goed, je maakt het natuurlijk nooit ieder naar zijn zin. Dat is vorige week, of de 12e, ook uitvoerig in de raadscommissie besproken. Daar waren ook een aantal insprekers. En die hebben inderdaad bepleit van ja. Dat monument, hè, want het is een gemeentelijk monument, die visserijschool, die zou je toch eigenlijk als monument in stand moeten houden en daar dan iets van een museum of mooi opknappen, maar niet om verbouwen tot woningen. Maar ja, we hebben een prachtig museum in Katwijk en nog niemand erbij. Komt met een miljoen per jaar om dat dan te restaureren en te exploiteren. Dus waar we blij mee zijn, is dat Duna 4 gezegd, nou, wij willen dat pand dan wel overnemen. Maar dat kan alleen maar als we het oude deel restaureren en dat intern verbouwen tot appartementen. En als we daar een aantal appartementen in de goede stijl, het moet natuurlijk ook in mooi harmoniëren. Ja. Dat daar, en dat het daardoor het pand met herinnering voor heel veel mensen, ik zei net al op weg naar 65 jaar bruidspaar, maar bij heel veel van dat soort bruidsparen waar ik natuurlijk mag komen, ja, die mensen hebben vroeger gevist en hebben daar op school gezeten en hebben daar... het vak geleerd en vaak ook wel weer het de volgende generatie. Ja, het heeft emotionele waarde. Het heeft voor natuurlijk. De zeker Katwijk aan Zee enorme emotionele waarde. Dus u zegt, dit is gewoon eigenlijk de beste oplossing. Willen we het behouden? Het beeld van de visserijschool blijft. Het wordt prachtig gerestaureerd. Maar in plaats van wat er leslokalen in zitten, zitten er dadelijk gewoon mooie appartementen in. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je vroeger gevist hebt en je bent 70 en je denkt, nou, ik ga zou je er willen een wonen? Mooi appartement. Nou, bent u niet geen Katwijker? Ik ben geen Katwijker en ik heb niet gevist en ik heb daar niet op school gezeten. Maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel Katwijkers daar zeggen, nou, daar zo met dat zicht op die monding van de Rijn. Je zit daar toch behoorlijk vrij, je kan zo over die Noordduinen kijken. Ja, dat is wel een mooi plekje, een mooi plekje om mooi te plekje. Wonen. Mooi plekje, ja. Wanneer komt daar een besluit over? Nee, eigenlijk is het niet meer aan de raad. Het is een collegebevoegdheid om het bestemmingsplan technisch en qua bouwvergunning te regelen. Nou, bestemmingsplan technisch is het geregeld. Dus die bouwvergunningsprocedure loopt en dat kan gewoon gerealiseerd worden. Ja. En dat is ook zo wel in die raadsvergadering van 12 januari met iedereen besproken. Ja. Maar ook met de bewoners van ja, dit is in die zin een gelopen race. En het zit gewoon eigenlijk in de uitvoeringsfase. Dus als Duna 4 met zijn aannemer en zijn ontwikkelaar met een plan komt en dat wordt gewoon vergund, dan kan het gewoon gerealiseerd worden. Ja. Tot slot, ik denk, nou, dat puntje neem ik toch maar even mee. U heeft het over een 65-jarig bruidspaar. Veel meer gemeenten stappen daarvan af. Die zeggen, nou, daar hebben we geen tijd meer voor. We gaan 50 jaar, is het van 50 of 60 jaar? Ja, er zijn kleine gemeenten die doen ook 50-jarige bruidspaar. Dat heb ik vroeger in mijn eerste gemeente ook gedaan. Daar kom je toch helemaal niet meer aan werken toe? Ja, maar dat is maar net hoe groot de gemeente is natuurlijk. Daar had ik net zoveel als dat ik hier vanaf 60 jaar heb. Een middelgrote gemeente doen 60 jaar. Echt grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Daar worden alleen nog 100-jarigen bezocht, maar voor de rest eigenlijk Of ze hebben één dag in het jaar dat al die bruidsparen mogen komen. Dat heb ik ook wel eens gehoord van een gemeente die één keer per jaar... Maar hier is het nog steeds... Wij doen gewoon vanaf 60 jaar. En dat is goed te doen. Je ziet wel dat je af en toe van die pieken hebt, hè, zo eind van het jaar. Zo. Ja, maar december vroeger, was natuurlijk een echte trauma. Kreeg je belastinggeld terug, hè? Ja. December, dus er was echt een hozeke. Er zijn dagen geweest dat ik 3 op een dag mocht bezoeken. Echt waar? Maar dan kom je toch niet meer aan het werk toe? Nou ja, maar er zijn ook dagen en soms weken dat het helemaal niet gebeurd wordt. Dus wat, echt wat... af en toe van die golfjes. Ja. En als het niet in mijn agenda past, maar wel bij een van de wethouders, dan gaat een van de wethouders naartoe. Dus in de schaal van Katwijk is dit gewoon nog... Vinden de mensen het leuk? Ze krijgen is het verzoek, nou ja, mag tuurlijk, u komen? Dus niet iedereen komt en niet iedereen is qua gezondheid nog in staat om gewoon gezellig op de bank te zitten, zou ik maar zeggen. En ook niet, er zijn ook mensen die er gewoon geen behoefte aan hebben. Ik vind het allemaal best, maar we doen het gewoon intern met de familie. Ja. Maar ik vind het altijd, en ik doe het natuurlijk nu al heel veel jaren, een enorm voorrecht dat je dus op die... dag en op die gelegenheid bij mensen zomaar in de woonkamer mag stappen. Vaak kinderen erbij, soms kleinkinderen erbij. De verhalen vertellen over vroeger, wat heb je gedaan en wat is gebeurd. En
wat, je ook, wat me altijd opvalt, dat bijna iedereen heeft naast lief natuurlijk ook echt wel leed meegemaakt. Ja, ja. Een kind verloren of een ongeluk gehad of verdriet gehad. Dat is natuurlijk ook een beetje uw taak als burgemeester, toch een beetje dicht bij die bewoners. Ja, dus, en dat je dan gewoon die verhalen mag horen. Dus ja. Ik zou bijna zeggen, met een paar basisvragen krijg je van heel veel mensen gewoon een levensverhaal te horen. En het is overal ook weer anders. Ja. En zo zie je ziet ook hoe verschillend mensen ook met moeite kunnen omgaan. De een is heel positief van aard en staan nog vol in het leven. Mm-hmm. Andere mensen gaan gebukt onder de moeite die ze soms meemaken. Ja. En, ja. Dus ik vind het altijd een voorrecht. Nou, ik ben nog lang niet zo ver. Maar misschien komt de burgemeester wel bij u. 60 jaar, hè? Vanaf 60 jaar. Oh, 60 jaar. 65, 70. Ik heb binnenkort zelfs een 70 jaar. Echt waar? 70 jaar? We hebben er toch wel 2-3 van per jaar. Een 104-jarige mevrouw heb ik binnenkort in mijn agenda staan. Uit Katwijk of Rijnsburg, Valkenburg? Nee, Katwijk. Ja. Uit Katwijk. Ja. Dus altijd nou, mooi. Leuk. Ja, goed. Dit was weer het maandelijks gesprek. Mag ik u weer danken voor de komst aan de studio. En ik roep het nog maar weer. Heeft u nou een vraag die ik aan de burgemeester kan stellen? Mail dat dan naar burgemeester@rtvkatwijk.nl. Dit was weer het gesprek van deze maand. Graag tot de volgende keer en nog een hele fijne dag.